De garderobe is verplicht, meneer. Oh. Jazeker, dat weet ik hoor. Ja, nou zie ik het, meneer Ibo. Nou, u zit er feestelijk bij, juffrouw Druus. Nou ja, het is al zeker moederdag vandaag. Nou, en zo doen we dat. Kan ik u misschien dienen met een punt? Nee, dat is moskoffies met crème. Nee, dank u wel, juffrouw Druus. Nee, dank u wel. Van u kinderen gekregen? Nee, meneer Ibo, niet van mijn kinderen, nee. Dit is van de geachte cliëntele. Ja, maar het is even goed tragisch, hoor. Als je op moederdag taart zit te eten van vreemden en geen taart van je eigen vlees en bloed. Maar nou ja, zo is het leven, hè. Such is life, zoals ze de Amerikanen zeggen. Je offert je eigen een heel leven lang voor ze op. En wat krijg je van ze terug? Met deze handen vol room heb ik voor ze gewerkt, dag en nacht. Want u weet niet wat het zeggen wil, om moeder te wezen. Oh. De liefde in haar moeder, meneer Ibo, dat is één grote zelfverloochening. Oh. Een moederhart, daar wordt op getrapt. Past u op het opstapje, dame? Ik zeg altijd zo, het lot in haar moeder is leed. Want een moeder leidt veel. Een moeder leidt gemiddeld 2,5 maal zoveel als iedere gewone vrouw. Dat heb ik gelezen. Dat hebben ze vastgesteld aan de hand van sadistische gegevens. Maar ik klaag niet. Oh nee hoor, u zal mij nooit horen klagen. Krom gelegen heb ik voor mijn kinderen. Dag en nacht heb ik voor ze gewerkt. Al die nachten dat ik maar wakker heb gelegen met maar één gedachte. U gaat in de heren, dame. Nou ja, goed. Dus ik denk zodoende. Ik denk moederdag. Ach, dan zal ze me toch tenminste wel een taart sturen, niet? Want ik denk maar altijd zo bij mijn eigen. Ik denk, moeder leeft als moeder geeft. En van een taart kan ze geven. Maar mijn oudste dochter weet wel die ene die getrouwd is met die muzici. Die komt naar me toe en die zegt tegen mijn moes, zegt ze tegen me. Taart is niet zo goed voor uw gal. Maar, zegt ze, we willen u toch iets aanbieden, zegt ze tegen me. En ze geven me een kaartje van Sodom en Gomorra. Nou, wel, ik daar wel erg graag naartoe, hoor. Want ik had het in de krant zien staan, hè, zo'n grote advertentie, weet u wel. Sodom en Gomorra, telefonisch bereikbaar onder dat en dat nummer. 18 jaar, schokkend, sensueel. Nou, ik zeg tegen mijn dochter, ik zeg, nou, gaan jullie dat mee? Maar ze zegt tegen me, nee, moe, zegt ze, nee, wij kennen niet. Ik zeg, nou zeg, moet ik nog mee eentje naar Sodom en Gomorra? Ook nog gezellig. Ja, goed, ik vertel dat dan zo aan mijn zoon, hè, die is dan ook getrouwd. En die zegt tegen mijn moe, zegt hij tegen me, dan gaan wij gezellig morgenochtend uit ons tweekjes een uurtje rijden. Want je hebt een wagentje gekocht, zo'n tweedehands wagentje, weet u wel. Maar s'avonds loopt hij even bij me langs en die zegt tegen me, doet de drukker het niet, dame? Moet u er even met de vlakke hand op slaan? Zo ja. Nou, hij komt dan s'avonds even langs, hè. En die zegt tegen mijn moe, zegt hij tegen me, het gaat niet door. De wagen is stuk, er moet een nieuwe bissoes in. Ik zeg, oh Sion, ik zeg, dat is toch wel eigenaardig, hè? Dat er altijd wat aan die wagen mankeert. En net altijd als jij eens een keertje met je moeder zag gaan rijden, hè? Eerst was het de carbonator en nou zijn het weer de bissoes. Maar hij zegt, moe, zegt hij, zo waar ik hier staan, het zijn de bissoes. En ik zeg, ja, ja, maar het is hem niet. Dat is die vrouw van hem. Dat is een loeder, nou, daar heb u geen idee van. Ik ga elke dag even naartoe om te kijken of de jongen wat te eten krijgt. Want koken kent ze niet. Andijvie uit het water en gehakt dat zo uit elkaar valt. Daar, o dame, en past u op het opstapje? Nou, zodoende ga ik er dan even naartoe, hè. En ik zeg een keer tegen hem, ik zeg, Sjan, zeg ik tegen hem, zal moeder nou eens een bal gehakt voor jou breien? Met van die lekkere vette jus, hè? Nou, en dat kan zij niet hebben, hè. Nee, oh nee, dat neemt zij niet, hè. Ze maakt gewoon chaînes, terwijl ik het toch alleen doe uit moederliefde, waar of niet. Ten slotte ben ik toch een moeder niet, maar zij kan dat niet hebben, zij neemt dat niet, hè. Nou ja, goed, zodoende denk ik bij mijn eigen, als ze mijn kinderen me dan geen taart aanbieden met moederdag, omdat mijn gal nou eens een keertje door mijn lever is geslagen, dan maak ik er zelf een in de wonderpan. Nog had ik laatst bij de kruidenier zo'n handmixer gekocht. Weet u wel, die kon je krijgen toen. En ik denk bij mijn eigen, ik denk nou, die ga ik nou eens gebruiken. Hè? En ik doe eieren in een kom en boter en suiker. Hè? En ik doe de snoer in de stopcontact en ik druk op de knop en oh, meneer Ibo. Daar spuit me dat hele beslag zo de kom uit, helemaal over me heen. Het spetterde her en der en hier en daar en overal. Nou ja, goed, ik was van top tot teen bedekt met één kleverige subsidie. Nou, en op dat moment komt met mijn dochter binnen, mijn jongste dan, hè. En die ziet me daar zo staan en die zegt de ene tegen me, maar moe,
En ik zeg, ja kind, nou dat hebben jullie er dan van, hè? Ik zeg, als ze jullie me dan geen taart aanbieden met moederdag, nou dan ga ik er zelf een bakken, nou zie je eens, hè? Ik zeg, voor mij is de aardigheid van die hele moederdag af, hoor. Nou ja, goed, toen heb ze me afgesponst met lauw water, hè? Maar ik denk bij mijn eigen, ik denk, nou ja, ze zegt, moeder zegt ze, het is niet goed voor uw gal. Maar ja, ik denk, meneer, u gaat in de dames. Nee, nee, dat is voor de heren daar, ja, die deur daar. Oh, what do you say? Oh, dat door is voor de gentlemen. Yes, dat door daar, yes. Oh, and if you want to gebruik de soap, you take that little glass pot. Yes, it is flowing soap. Yes, and then you have to beat it eventjes zo met de vlakke hand. Dat is een Engelsman. Ja goed, ik kom dan hier aan. Ik zie die taart staan van de cliëntelen. Nou, ik was echt wel even geroerd hoor, meneer Ibo. Ja goed, maar even goed eet ik ervan. Met een betraand hart. Echt waar. Als je nou toch denkt of ik met deze handen niet mijn hele leven lang niks... Ja, die kant uit, dame. Ja, past u even op het opstapje. Het gemoed van een moeder gaat niet over rozen. Dat je op moederdag taart zit te eten van vreemden, hè? Ja, goed, als ze klein zijn, dan zijn ze zo lief, hè? Maar als ze opgroeien, nou ja, ze rijden je open, meneer Ibo, ze rijden je open. Ja, goed, maar ik zeg maar altijd, zut is lijf. Ja, zo is het, juffrouw Truss. Alsjeblieft, mag ik u dit eventjes ophangen? Oh ja, natuurlijk, ik zal het even ophangen. En hoeveel ben ik u dan schuldig? Oh, dat weet u toch wel, dat laat ik altijd aan uw eigen discretie over. Ja, maar ik dacht, dit is een speciale dag. Ik heb een cadeautje voor u meegebracht. Nee. Ja, alsjeblieft, een mooie broche. Alsjeblieft. Meneer Ibo, dank u hartelijk. Maar dat had u nou niet moeten doen. Oh, wat vind ik dat nog toch schattig van u. Wat een beeld van een broos. Ik wens u verder een prettige dag. Ik dank u hartelijk, meneer Ibo. Van hetzelfde hoor, al ben u dan geen moeder. Ja, weet je wat nou zo jammer is? Ik hou helemaal niet van boesies.